President Chandrika Prasad Santokhi en minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken hebben een werkbespreking gehouden met de vertegenwoordiger van de Europese Unie, ambassadeur Fernando Ponscanto. Na afloop van de ontmoeting heeft minister Ramdin aangegeven dat in het vervolgtraject volledige visumliberalisatie naar de Schengenstaten besproken zal worden. Dat is belangrijk voor onze bevolking. Voor het afreizen naar Nederland zou men dan geen visum hoeven te hebben. Er moeten daarvoor echter wel enkele wetten worden aangepast in Suriname. Hij noemt als voorbeeld de wet inzake biometrische paspoorten. We hopen voor het einde van het jaar de wet aan het parlement te doen toekomen. De werkbespreking heeft plaatsgevonden op het presidentieel paleis.